Ja, politie en ambulance zijn inmiddels aanrijdend. De omschaling zal via de ambulance oplopen. Ja, nu zal de bevelvoerder naar aanleiding van de melding die we nu heeft gekregen hebben de voertuigindeling maken. De brandweer rukt altijd uit met... Reebericht. Technisch team, dus dat is de nummer 1 en 2. Wat ook nu gezien is, dat nummer 4 zie je het hoofd van de slachtoffer. In de auto. En dat doen wij altijd lekker zo verder met de auto. Dat doen wij in de rest van de rij. Als een ongeval op openbare weg, heeft het ook te maken met een stukje veiligheid. De veiligheid op openbare weg, doorgaans door. Goed, naar de ambulance. Staat die simpel tikje en eigenlijk is de hele raam eigenlijk al van de pot. Rook is gevaarlijk. Wat ik even ga doen is eigenlijk net hetzelfde als net voor de mensen die ook bij het ongeval scenario bij hebben gestaan. Ik ga ook weer onze 3531 alarmeren. 3531, hier de AC met bericht. Ja, ik heb voor u een autobrand op de Utrechtse weg 131 over. Meld autobrand op de Utrechtse weg 131, is dat correct, Nessel? Ja, dat is correct. Dan zijn wij op de Utrechtse weg. Ja, oké. Als je ziet, een behoorlijke rookontwikkeling. Het is een maar... 131 over. Geen blik. Kunt u vertellen wat voor soort voertuig betreft en wat mogelijk brandstof is waar de auto op rijdt over? Ja, het betreft een Suzuki auto en brandstof is benzine hoor. De auto van de LPG tank is natuurlijk een groot projectiel wat je gewoon bij je hebt. En dat we gewoon meer explosies waar blijven kijken. Wat we nu doen, we zien weer de bevel. Dit is een hoge drukstraal. We hebben hier wederom een ploeger. Het is de avondploeg die dit in eerste instantie gaat bestrijden. Dat doen we met een hoge drukstraal, 5 zo mooi noemen. Het heeft verschillende standen. En levert ongeveer 125 liter water per minuut. Nou, we worden snelle rekenaren van ons. Dan is ongeveer circa 20 minuten verwacht. Continu van busstof zijn met deze taalvrij. Wat ook nog eens keer is, zien hebben we ook een ander soort type busmiddel voorbij komen. Met een vat eraan met schuim. We noemen ze dat Hostmaster. Wij hebben eigenlijk op het algemeen een inzettactiek dat wij in eerste instantie het voertuig blussen met water. Waarom? Soms staat een voertuig ook nog een carport dicht bij een woning binnen stuur. Dan hebben we natuurlijk ook andere prioriteiten die we moeten stellen, dus met name de woning. Het schuim is eigenlijk een effectief blusmiddel. Oh. Ja, wel meestal.
En dat van meestal betekent dat het voertuig met het materieel wat we nu bij ons hebben voldoende is om het eerst met de auto te kunnen bestrijden. We zien nu een hoogsnelheidstank tegenstaan. We zijn even op dit moment vermogen.